Mitch Leenaerts, opgemerkte gast vandaag hier op de kruisfinales. Je speelt zelf voor Riviera, de kampioen zeg maar in de Promo League. Dus volgend jaar in de hoogste klasse, in de NDN Top Korfbal League. Maar dat zal je niet meer meemaken, die competitie, Mitch. Nee, dat klopt. Ik heb besloten om gewoon mee te stoppen. Na een heel lange tijd. Ja, na een fantastische carrière. Ja, zeker wel. Hè. Ik denk ondertussen 18 jaar in de eerste ploeg gestaan. Dus stilletjes aan is het tijd om iets anders te gaan doen. En dus was het voor jou belangrijk om met een kampioenstitel te kunnen afsluiten? Ja, tuurlijk. Ik lag mee aan de basis van de degradatie vorig jaar. Dus ja, ik wou ook wel mee zorgen om ze terug te brengen. Nu ook nog wel de competitie op het veld. En ook daar ga je proberen om je ploeg weer naar die hoogste afdeling te loodsen. Ja, tuurlijk. Ik denk dat onze focus ligt een beetje op de beker. We hebben daar een halve finale tegen Borgeruit. Ik denk dat het een heel mooie kans om toch nog een bekerfinale te spelen. Dus het veld zullen we zien hoe dat verder loopt. Maar oké, we geven niks op natuurlijk. Stel je voor, kampioen in de zaal, bekerfinale en dan nog eventueel kampioen in het veld. Wat een gedroomd afscheid zou het zijn. Ja, tuurlijk. Het had misschien nog allemaal veel mooier kunnen zijn, maar inderdaad, moest het zo kunnen eindigen, dan zou ik wel heel fier zijn wat we met dit team nog hebben kunnen bereiken dit jaar. Waarom stop je, Mitch? Waarom? Ik denk er al een paar jaar aan. Okay, het is er nooit niet van gekomen. Ondertussen komt er nog eens gezinsuitbreiding, dus tweede kindje erbij. 3 keer trainen in de week, het vriendinnetje altijd alleen thuis. Die is ook niet altijd even simpel. Dus je gaat huisman worden? Ja, dat moeten we nog eens bespreken thuis. Ga je helemaal uit het korfbal verdwijnen volgend jaar al? Ik ga voorlopig sowieso een jaartje niets doen. Ik wil gewoon even tijd voor mezelf om uit te maken. Wat er misschien nog allemaal gaat komen of niet, dat weten we nog niet. Eventjes een jaartje rust. Wat doet Mitch Leenaerts graag? Wat doe ik graag? Waarmee ga je je tijd vullen? Volgend jaar pampers vervangen terug, denk ik. Voorlopig. Is geen prettige bezigheid? Nee, er zijn veel leukere dingen. Maar ja, oké, dat komt al wel in orde. Dit laatste jaar dat nu aan de gang is, hoe groot is de rol van jouw coach, jouw goede vriend, Davor Duruňík? Ik denk toch wel vrij groot. Hij heeft er terug iets ingebracht, een nieuw spel ingebracht, wat we wel nodig hadden. Meer scoren over 8 personen. En ja, Davor is ook een persoonlijkheid. Hè. Ik bedoel, kapitein van de nationale ploeg en die wordt dan onze coach. En al de jongeren zien er een beetje naar op. Dus ja, het heeft toch wel een belangrijk invloed. Jammer dat je er dan nu al mee moet ophouden als het zo goed klikt. Hè? Ja, dat klopt wel. Ergens, misschien had ik nog wel een jaartje willen bijdoen, moest het er niet van gekomen zijn. Maar oké, op zich, het is mooi geweest. Ik ben blij dat ik nog een jaartje met Davor heb kunnen samenwerken. En het is goed voor Riviera voor de toekomst. En die 4 gouden korven, dat zijn de mooiste herinneringen aan een fantastische carrière. Ja, dat klopt. Dat is heel mooi meegenomen. Allee, ik bedoel, persoonlijk is dat wel iets moois om mee te maken. Hè. 4 jaar op rij korfbal rond het jaar worden dus. En straks krijg je ook nog de trofee voor topschutter van de Promo League. Ja, dat klopt. Ja. Die is er ook bij. Dus ook weer leuk meegenomen. Okay, ik denk dat we met team echt wel een fantastische prestatie hebben neergezet. Met een heel ander korfbalspel, met veel doelpunten over. 8 personen en dat was het belangrijkste, denk ik. De trofeekast van Mitch Leenaerts die peilt uit. Mitch, veel succes met dat verversen van al die pampers. Ja. En we zien jou heel graag gewoon eens op een wedstrijd verschijnen. Ik zal er altijd bij zijn. Dankjewel, Mitch Leenaerts, afscheidnemend korfballer, topkorfballer van Riviera. Dankjewel.